Na wedstrijden in Adighem en Sinaai is Haasdong de derde rit in de AVS Stories TV Tour. Aan de leiding na die twee dagen staat Franklin Six, de winnaar van de eerste rit in Adighem, maar op vrijdag trekken de renners de polders in. Er zijn een paar ontsnappingen te noteren, maar uiteindelijk komt alles weer samen en krijgen we een massaspurt. Vooral de mannen van Lotto Soudal liggen daarop gebrand. Enzo Wouter steekt de armen in de lucht, maar het is zijn ploegmaat Milan Mente die deze derde rit wint. Op dag 4 zijn we in Bottelare, deelgemeente van Merelbeke. Hier strijdt een groepje van 11 renners voor de overwinning. In de slotkilometers probeert Gert-Jan de Sie uit Boeghouten de spurt nog te ontlopen, maar op 2 kilometer van de streep wordt hij teruggepakt. Maar het wordt toch geen groepspurt, want de jonge Brit is de andere te slim af. In de allerlaatste kilometer neemt hij 100 meter die hij niet meer afstaat. En die Lee uit Manchester pakt in Bottelare de mooiste overwinning als belofte. De grote ontknoping moet er dus komen op de slotdag in Massemen. Al van bij de start gaan een aantal renners aan de haal die samen een dikke minuut halen. De leiders zijn onder andere Van Rijten, Haverhals, Edouard de Boek en Charlie Arimont. Ploegmaat van leider Six, een neefje van Frank van den Broeke. De 7 krijgen een vrijgeleide, want de blauwe trui wordt niet bedreigd. Dat verandert als de Deen Matthias Krichbaum solo naar de leiders toerijdt met een beetje steun van Joachim van Rijten. Krichbaum staat in het klassement op 14 seconden van Six en dus is deze ontsnapping gedoemd om te mislukken. In de plaatselijke rondes worden de koplopers weer ingerekend en we gaan alweer op een spurt af, in de regen deze keer. Deze keer is het echt voor Enzo Wouters, vorig jaar nog juniorenkampioen. Hij wint voor Edouard Plankaert en Seppe Verschuren. De blauwe leiderstrui van Franklin Six komt niet meer in het gedrang. Hij wint deze derde editie van de AVS Stories TV Tour voor groene trui van Gompel en Bavo Hamels. Jullie hadden een tactisch plan, jullie stuurden Charlie Arimont mee in de ontsnapping. Dat was de tactisch, maar het is goed gelukt. En dan proberen altijd de tussenspurten te vermijden. En, maar ja, de laatste tussenspurt moest ik meespurten en ik heb de 1 secondje gepakt op de tweede van de klassement.